U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen hadden wolken vandaag de overhand en op sommige plaatsen vielen daar al snel stevige buien uit, met name in het noorden van het land. Die buien zagen we over het eind van de ochtend Friesland aandoen en later langzaam wat wegtrekken en ook iets minder actief worden. Daarna dus wat droger weer op de meeste plaatsen, zeker in het zuiden, maar op de Noordzee zien we alweer een nieuw regengebied aankomen en dat komt geleidelijk aan onze kant op en dat betekent voor het begin van de avond dat we opnieuw met flink wat regenwater te maken krijgen. Dat zien we ook als we naar de animatie van de weer Prognose kijken met een regengebied wat ons nadert. Zo aan het begin van de avond ligt dat over het westen van het land. En daarna zal het hele gebied vrij snel oostwaarts trekken. Daar zitten ook forse windvlagen bij. En die windvlagen kunnen behoorlijk hinderlijk zijn. De regen overigens ook. Maar het gaat wel vrij snel. En dan klaart het in de loop van de avond alweer op. En vannacht is het meest droog. Ook morgen, lange tijd droog weer. Met eerst nog een paar buien. En dan zien we vroeg op zondag. Alweer een nieuwe storing voor ons klaar liggen, die ligt dan boven Engeland, maar komt geleidelijk aan ook weer onze kant op. En dat betekent dat later op zondag, vooral weer in de avond, er opnieuw regen kan gaan vallen. Goede details voor de avond. Van het westen uit dus stevige buien met kans op forse neerslag en forse windvlagen. De wind draait van zuidwest naar west tot noordwest en is bij zee enige tijd hard, windkracht 7. Die windvlagen, daar moeten we dus echt rekening mee houden. Dat gaat er in de loop van de nacht geleidelijk aan uit. Dan begint de wind ook voorzichtig wat af te nemen. De buien trekken oostwaarts weg en er komen meer opklaringen voor. Koelt het af naar een graad of 7. Morgenochtend hebben we nog te maken met een paar buien. Af en toe wat zon. Die buien trekken naar het oosten weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat de zon veel vaker schijnen. 13 tot 16 graden is mager voor de tijd van het jaar. Nou, dan de dagen die volgen: de zondag. Eerst droog weer met geleidelijk toenemende bewolking en de meeste regen valt waarschijnlijk in de avond. Voor de neerslag uit kan het in het binnenland 21 graden worden, zowaar een warme dag. Maar met dat warme weer is het maandag en dinsdag alweer gedaan. Wisselvallige condities, vrij veel wind, af en toe zon, geregeld ook neerslag en een temperatuur van slechts 15 graden. De grote vraag is: wat gaat die temperatuur de dagen daarna doen? Nou, die gaat uiteindelijk omhoog. Dit kaartje loopt die zelfs helemaal uit de pas, uit de lijn, uit de grafiek. En we kunnen goed kijken naar de kansen op zomerweer. En die laat ons het volgende zien. De kans op meer dan 25 graden neemt geleidelijk aan toe. Dat gebeurt vanaf woensdag. Dan zie je het echt stijgen en kom je inderdaad met die 25 graden al boven de 50 procent in het volgende weekeinde. En dan zijn er zelfs kansen op temperaturen in de buurt van de 30 graden. Het is allemaal nog niet overtuigend, maar het zijn wel de eerste signalen dat de zomer naderbij komt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.